of Leutie kijken en ik zeg, Preston, hoe ben jij? Kribbius. Ik ben Sir Pet. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We moeten dat cadeautje zoeken. Ja, wij gaan even moeder dat cadeautje pakken en heeft mama Basel, hè? Hè? Even mama Basel. Nee. Dat de moederdag is, krijgen ze cadeautjes. Dit is vandaag moederdag cadeau. Ja. Jij hebt toch wat geknutseld? Ja, ik zie er ook erbij. Kijk eens, zie dus ik geef de spulletjes pakken en dan komen we zo. Dit heeft Kiki Mia gemaakt bij de kindjes. Ik vind het echt heel schat. Ja. Dan gaan we geven, mama. Wat heb jij voor moois geknutseld? Nee, niet. Weet je het niet meer? Is ook wel. Moederdag cadeau. Ja, is ook wel fijn. Ja, is voor Kiki een cadeautje, zeker of niet? Wat een verrassing wat het is. Oh. Is het zelf gemaakt? Ja. Oh. Wat mooi. Wauw. Die is leuk. Nu snap ik, toen ze die klei hadden teruggegeven, dit is met klei. Ze hadden klei over, hebben ze meegegeven in kijk, de tas. Kijk eens aan de onderkant. Ah, Kiki Mia. Die is mooi. Staat die Kiki Mia? Ja. Dankjewel, schatje. Wat lief van jou. Heel voorzichtig, hè? Want als je valt is hij stuk. Zullen we hem neerleggen? Gaatje. Ja, dat geeft het niet. Zullen we kijken? Leg hem zo. Nee. Mooi geknutseld van jou. Ik heb er ondertussen een boefje in waarom een Donnie aag is. Nou. Nou Kiki, volgende cadeautje mama. Hoe voorzichtig schat. Kan het zo? Nee, dat kan niet. Nee, er valt hier erachter. Zet maar onder de tv neer. Kunnen we er mooi naar kijken. Ja. Ga jij hem openmaken? Oh, heel zwaar. Mooi. Ik heb de doos niet opengetrokken. Nee, nou misschien mag je dat wel even doen, want het is allerbemachtigd. Jezus. Ik kan het. Nou, mag maar een keer dicht. Trek aan. Oh, ik kan dat trekken. En voor de oplettende kijker, die weet al wat erin zit. Want die kijkt gewoon in de korte film. Zie je dat? Mooi, hè? Nee. Ah, jij bent echt hartstikke gek. Nou, mama, dat bandje al. Thank you. Die is mooi. Die hoort erbij. Ja. Je bent hartstikke gek, jij. Als je weer staat. Dankjewel, schat. Ik ben er niet. Heet, wat is dat zwaar. We komen zo weer terug als verhaal hebt. Nou, Rens is helemaal blij. Lekker. Hij zit lief. Vind je het fijn zitten, schat? Ja, hij zit heel fijn. Ja. Thank you. Geef een kind een doos. En ze is helemaal blij. Mama, doe dat. Slaap lekker. Zo, dat is een grote. Lekker ding. Ik doe nog een beetje zin. Ja, ben je prinsesje vandaag? Hey, prinsesje dingetje, rondje. Van wie is die eigenlijk dan? Van mij lief. Oh. De rest is ondertussen de tafel gedekt. Oh, en gaan we even lekker eten. Ik wil ook helpen. Ik wil helpen. Hoontjes.
Croissantjes gaan erin. Eitjes erin zou maken. Nou, wat een verwennerij. Lekker man. Wat doen we op moederdag? Feesttuin. Ja, fijn jongen. Lekker, overleg hè? Over moederdag, wat voor cadeaus allemaal. Man, we zijn klaar met eten. Dus we gaan ons even lekker aankleden. Hou ons kwijt. Hoe wij de vlog in elkaar zetten. Kiki op het bureau. Ik op de stoel erachter. En even er in elkaar zitten, hè, schat? Vind je het mooi zo? Ja. Ik heb ondertussen de vlog in elkaar gezet. Dus we kunnen blijven. Ja! Kijk eens! Zo. Wat heb je daar? Een zakje van de zuidbril. Van de? Van de duikbril. Oh. Ik denk, nou, die heeft heel wat. Ja, dat heb ik ook. Je moet niet kijken. Dus, ik ga even lekker de tuin in. Even kijken. Kiki wil het zwembad in. We gaan even kijken hoe raar die is. Onder de beide 28 graden. Ik kan het niet zien onder de beide. Oei, 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 oei. Boefje. Oei. Kun je papa nat maken? Ja. Ja. Wee, wee. Lekker ding. Die is zo blij met zwembad. Oké. Ik had laatst die kleding binnengekregen. En ook dit. IJsklontjes maken. Gruwelijk vet. Ik had er net al even eentje getest. Om te kijken. Trek je hem eruit en als je goed ziet, zie je daar het merk staan. Ik zou even iets water overheen doen. Kunnen we het beter zien, denk ik. Kunnen we het helemaal niet meer zien. Lekker man. Ik denk dat het licht een beetje tegen zit. Er staat gewoon het merk van de kleding erin. Vet. Zo hou ik mijn airrupje lekker koud. Is perfect. Een paar ijsklontjes erin. En kunnen nog even lekker chillen in de tuin. Want we hebben zo verjaardagen. Ik heb tegen Kieke gezegd, maak een bommetje. Nou. 1, 2. Goed zo! Kind is helemaal blij met zwembad. Kiki wordt even klaargemaakt. Mooi haartje zo, hè? Als papa het maar niet doet, hè? Nee. Nee. Dus, nee, dat ook niet. Stukje nee. Van het bluisje. En ik ga even de fietsenboten klaarzetten, want we gaan echt lekker sportief op de fiets. Laat staan dat ik dat echt leuk vind. Met een lege accu of kapotte accu. Oh, dat heb je zelf volgesteld. Rustig. Dus, cadeautje voor mijn neefje mee. En dan gaan we zo lekker fietsen. Ik moet zeggen, met het weertje. Is nog niet heel erg. Dus, fietsje even klaarzetten. Vind je het leuk, Kiki? Ja. Ja? Lekker fietsen, hè? Oh, wat een fiets. Zonder accu. Ja hoor, daar gaat ze. Doei! Nee hè. We gaan eerst eventjes naar de stad, ijsje halen. Een cadeautje voor mijn oma en dan gaan we naar open oma. Heb je een lekker ijsje? Hey? Welke smaak heb je dan? Nee, kan ik. Oh ja, loop maar hoor, ja. Sorry. Hey, heb je een lekker ijsje? Kip-up is aan hem. Lekker ding. Jij dan, schat? Ja, mooi. Hier jongens, zit ook nog een verrassing voor je in. Ja. Met beide. Ja. Ja. Wat is van jou? Wat heb je daar nou? Oh, en hier, een mooie gymtas. Oh, dat dacht ik ook. Dat was het eerste wat ik zei. Oh, wow. Oh, alsjeblieft, jongen. Wat heb je dan? Alsjeblieft.
gaan we doen dan? Hey. Naar de Zara. Naar de Zara? Waarom gaan we daar naartoe dan? Ja, ik ga daar niet heen. Mijn kaartje! Wie heeft dat gegeven? Van wie hebben jullie wat gekregen dan? Een India. Kiki, heb je geld dan? Nee. Heb je geen geld? Nee. Wel, van wie heb je dat net gekregen? Nee, die heeft mama in de portemonnee, maar van wie heb je dat gekregen dan? Ome. Van ome? Ferron, toch? Van ome Ferron. Of van ome Ferron. Oh, dus wij gaan allemaal nu even shoppen. Waar meiden? Ja, die heeft mama veilig in de portemonnee. Raak wordt ook niet kwijt. En je hebt 500 gekregen? Ja, oh, fijn jongen. Kijk eens om dan. Hey. Ja, zo kan het ook. Inmiddels lopen we terug. We zijn geslaagd. Alleen Noah niet, hè? Oké. Je hebt toch geen kleren? Nee. Ik heb wel een headset en... Oh ja, je hebt het geld omgeruild bij papa voor... Headset en muis. Oh, een headset en een muismat wou die jongen graag hebben. Dus dat hebben we al gehaald. En de meiden zijn wel geslaagd. Dus, dankjewel, ome Ferron. Onderweg naar huis, hè? Ja. Heb je het leuk gehad? Ja. Heb je mooie kleertjes? Ja. Zeg je dan? Dankjewel. Voor wie? Voor Ferron. Dus we zijn bijna thuis en dan zien we jullie zo. We zijn lekker thuis aangekomen. Kiki ligt inmiddels in bed. Ik heb al gedoucht met Kiki. Dus was weer een groot feest natuurlijk. En ik heb Kiki eventjes verteld dat we aankomend weekend naar de camping gaan. En dat vond ze helemaal tof natuurlijk. Oh. Dus vrijdag heen. En dinsdagochtend weer terug. Dus Kiek vindt het helemaal leuk. Die heeft al leren fietsen laatst. Hebben jullie ook gezien op de vlog. Als jullie hier alles kijken natuurlijk. Zwemmenkansen gedaan. Heeft ze ook voor het eerste keer van de leven gedaan. Alleen van de glijbaan. Ik denk, weet je wat, ik moet toch een keer, ik zie het wel. Dat ging hartstikke mooi, helemaal blij de kind. En ik zeg gewoon, lekker feestje daar zo. We hebben nog een verjaardag daar, we zijn met een heel stel. Volgens mij, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caravan zijn we daar afgehuurd in totaal. Met allemaal vrienden, kinderen. Dus hartstikke leuk. Ik ga even lekker koffie zetten voor Rens en mij. En dan gaan we nog even lekker buiten genieten. Van het heerlijke weertje. Morgen weer zo warm, zag ik al. Ik ga druk mijn koffie zetten. En Kiki nog even goed in bed leggen. Want die zat weer recht op mijn bed. En Rens is niet voor één gat te vangen hoor. Gewoon weer lekkere roombroodjes. Ja, moet nu echt op. Oh, fijn hoor. Dus dat moeten we maar met en aan, hè? Lekker man. Als je het dan over chillen hebt, slechte chauffeur van Nederland. Met een hietetje, een dekentje. De airhuppies erbij. En de vrouw erbij. En Rens had honger. En we hebben wat besteld. En het is nog een verrassing wat te krijgen, want Rens heeft besteld en ik niet. Lekker. Dus wij gaan eerst hier nog even genieten van die topchauffeurtjes. Ik wil hier ook een keer aan meedoen, puur voor de fun. Kun je me niet opgeven, schat? Nee. Oh. Je rijdt veel te goed. Of de asociaal, dat kan ook. Ja, niet zoals die andere gozer. Oké, ik ga meer asociaal rijden met de hoop dat ik hier aan mee mag doen. Nee. Ja, het is er. Zo weinig? Zo weinig. Voor honger. Ja, jij zei ik heb wel een beetje trek. Als laatste zo weer komen. Dus fancy. Kippies met patatjes, pizzaatje en dan dus zo'n China sticky. Dus wij gaan even lekker smullen. Een uur geleden zeiden we van we gaan van het bankje af, gaan we erboven. Even doen. Maar we zaten dan zo chill, een beetje op telefoon, een beetje socializen. Ook wel bijna die fietsen sneden. Dus ik vind het nog wel heerlijk hier. Ja, dan komt je dat ding aan. Trek hem maar eventjes uit.
Het heatertje. Ja, en als je die uitdoet, nee, dadelijk helemaal niet meer dat je het lekker wil. Ja. Dus we gaan maar toch maar eens even van de bank af. We gaan even de hondje doen. En dan ga ik de vlog nog even in elkaar zetten. Hallo. Die was nog even vergeten. Het is inmiddels 10:50. Dus het wordt een latertje. Morgen moeten we weer aan het werk. Oh. Zoals ik jullie gisteren al beloofd, was ik gisteren niet meer aan toegekomen om dat nog even te fixen. De lampjes op de windmolens, de rode lampen, check hier beneden even. Die zijn voor de windmolens om te laten zien voor de vliegtuigen dat daar de windmolens staan. Nu zijn daar heel veel, volgens mij zijn er al rechtszaken tegen geweest. Maar die lampjes is dus puur voor de vliegtuigen dat ze hem in ieder geval kunnen zien. Nu krijgen de vliegtuigen na het detectiesysteem, die krijgen ze er al in. Volgens mij zit dat in een aantal vliegtuigen al, want ze hebben in, ik heb het er even voor staan, in Zeeland hebben ze het al getest en daar zijn ze, dus de lampen hebben ze daar al weggehaald. En nu gaan ze per windmolenpark gaan ze dat uitschakelen. Dus in ieder geval één windmolenpark. Ik ga ze dan uitschakelen, gaan ze daar testen, is het goed? Ja, oké, nou gaan ze naar het volgende. Dus dat in ieder geval ook de lampjes nog. Ik ga nog even verder met editen. En dan ga ik de vlog even in elkaar knallen. Yes, dat was hem weer vandaag. Vlogje zit in elkaar. Hij is aan het uploaden op YouTube. En ik ga even lekker tentje poetsen. Ga ik zo mijn bed in. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik zeg like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.